Hallo, ik ben Remco van BMC Jobs & Talents. We zijn hier bij de stoere vrouwenmannen van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. En jij kan deel uitmaken van dat team, als teamleider HRM. Het werk als teamleider bij de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is een hele uitdagende functie. Er wordt heel veel van jou gevraagd, zowel door het team als door de organisatie zelf. Er moet namelijk veel gebeuren, de organisatie is in verandering. Dus je moet daadkracht laten zien, je moet kaders stellen, je moet je mensen helpen om keuzes te maken. En je moet ook begrijpen dat dus de organisatie in verandering is en dat dat veel vraagt van jouw mensen. Er wordt begrip voor gevraagd en dat je voor je mensen staat. Mijn naam is Richard. Ik werk momenteel 20 jaar bij de veiligheidsregio. En wat het zo gaaf maakt met het werken bij de veiligheidsregio, is dat we met een team 24/7 klaarstaan om zo snel mogelijk incidenten te bestrijden. Ik ben Martine en ik werk voor de geneeskundige deel van de veiligheidsregio. Ik vind het hartstikke leuk om daar te werken. Ik werk er nu dik 6 jaar en het is gewoon een heel dynamische organisatie. We hebben weinig hiërarchie. Het werkt allemaal lekker samen. En toporganisatie om hier lekker te blijven werken. Als teamleider HRM zorg jij ervoor dat het team P&O zich verder ontwikkelt naar een echt team HRM. Daarnaast speel je ook een hele belangrijke rol in het programma Mens en Organisatie. En dat hoef je niet alleen te doen. Want de mensen van jouw team die willen daar heel graag in meewerken. Ze hebben alleen jouw hulp nodig als hun teamleider. Hoi, mijn naam is Janine. Ik werk in het team HRM van de Veiligheidsregio. Ik ben na mijn afstuderen blijven hangen bij de Veiligheidsregio. Ik vind het een ontzettend leuke organisatie waarin je veel ruimte krijgt om jezelf te ontplooien. Na de reorganisatie gaan we ons team HRM verder bouwen naar een team waarin we strategisch gaan adviseren. En veel aandacht hebben voor de mensen in de organisatie, wat ik echt ontzettend mooie doelen vind. En daarbij zoeken we een teamleider die ons op dat mooie niveau kan brengen en samen met ons die koers uit kan gaan stippelen.